met je binnenbeen wat meer naar buiten. Ja, heel mooi. En als je dan zo loopt, kun je daar ook een keer met je. En als je te veel naar binnen wil komen, ja, rij hem uiteraard met je binnenbeen wat meer naar buiten. Thank you.
wedstrijd gaat en je hebt de avond ervoor weer doorgezakt, moet hij de volgende ochtend ook doen. Hij moet het niet alleen doen. Oh ja, dankjewel. Het zag er echt heel chill uit hoor. Doorvragen en loslaten. Zo, we zijn net weer terug op stal en de kliniek was echt mega leuk. Roy deed het echt ontzettend goed. En we hebben lekker gewerkt aan zijn losgelatenheid en gedragenheid. Ook wat zijgangen meegepakt. En ja, het ging echt mega goed. Hij ging er super lekker van lopen. Ik heb hele handige tips meegekregen. Zeker omdat ik de laatste tijd een beetje het gevoel had dat hij wat strakker werd in de kaak. En dat ik met mijn losse hand en met mijn been het niet echt kon oplossen. En daar heb ik nu hele leuke tips voor meegekregen. Om dat proces wat sneller te laten verlopen. Dus al met al ben ik super tevreden. En was het een hele leuke dag.